Kom je poepie? Ja hoor. Gaan we naar de Walmart. Shoppen, shoppen. Ik ben benieuwd. Handbagage. Nou, ik ken best. Ik wil hem. Wat kost dat ding eigenlijk? $1220. Nou, dat is €1100. 75 inch. Nou, dit is dus de binnenkant van de Walmart. Gigantisch grote supermarkt. Het lijkt een beetje op zo'n hypermarché, denk ik. In, nou, niet? Ja, maar dan meer klasse Lidl, denk ik. Dit is klasse Lidl? Ja, dat is lager. Ja. Ik weet niet of je dit kan kopen bij de Lidl. Nou, even shoppen. Shoppen. Ja, light beer. Waarschijnlijk al populair te zijn. Ja. Als je langs de gebakafdeling loopt, dan weet je dat er iets light moet zijn. Ja, ja. Ik loop al langs de gebakafdeling. Met grote pas. Hey, Budweiser, beste drinken. Hey, Pierre Moretti. Pierre Moretti? Het doet. Italiaans. Het is blond. Zatkeus. Dat is ook een standaard maat hier. Ijsteetje. Gallon. 3,8 liter. Ja, dat weet ik wel. Ja, dat is een beetje de normale maat voor de grote verpakkingen. Ja, hier om de hoek. Gebakken. Oh. Lopen we langs. Flesje Corona. Een liter. En die Heineken is 0,6. Moeten het echt allemaal van die felle kleurtjes zijn. Bleh. Maar lekker hè, dat blauw. Ik kan wel zien dat de Mexicaanse invloeden. Het is eigenlijk Mexicaans en Amerikaans naast elkaar. Hier zijn al die tortilla velletjes, pannenkoekjes. En daarnaast hamburger en hotdog broodjes. En dat zijn de twee culturen hier. Yep. Er zit hier een hoop Spaanstalig volk in ieder geval. Heel veel. Kijk. Die, dat noemen ze bij ons per ribs. Dat noemen ze hier baby back ribs. En links, daar, dat zijn hier de spare ribs. Moet ik toch maar eens een keer gaan bestellen bij een speciale slager. Dat scheelt me wat, hè? Ja, ja. Bacon, bacon. Welke zal ik eens nemen? Keuzes, keuzes, keuzes. Die. Mag het, poepie? Ja hoor, van mij wel. Gaat het huis wel meuren en spekken? Ja. We zijn bij een van de restaurantjes wat in de buurt zit. Het heet Tarps. Tarps. Het is een visrestaurant. Het schijnt nogal ongelooflijk bekend te zijn hier. Het is tering druk, dus dat zeggen we al wat. Ik zal het even laten zien. Het is een heel klein zaakje, maar we hebben eigenlijk een plekje kunnen bewachten. Nou, zo gaat het hier naartoe in de keuken. En wat heb jij? Kersensalade met grouper. Gegrilde grouper. Dat is een grote vis. Yep. En ik heb gefrituurde alligatorstaart. Met een deeglaagje. Smaakt naar kip.
Kippie. Kippie. Kippie, kippie. Ik weet niet wat het was, maar het klonk heel gezellig. Dat wil ik ook. Party, party. Poepie. Hm? Ga mee? Yes. Gaan we naar een natuurgebiedje. Dichtbij. Ik ben even vergeten hoe het heet. Nou, zal je zo wel zien. En het is hier om de hoek. Komt wel onder in beeld. Ja, zet het er wel even neer. En ja, we weten eigenlijk niet wat we moeten doen vandaag, dus gaan we daar mee heen. En daar bedoelden we dus de Enkop Nature Center mee. Ja. Dat is dus hier. En wij zitten ergens hier. Dus we hadden ook kunnen lopen. We zijn natuurlijk wel lui. Nou, eens even kijken. Beetje bewolkt vandaag. Hè? Het zijn maar 6 of 7 was het, hè? Oh ja. Geen zon betekent dat ik mijn petje niet op hoef. See some snooks, tarpons, even sharks, black tip sharks, sandbar sharks, bull sharks, but not too big because the water is only 4 or 5 feet deep. Nothing is dangerous around here. No alligators, they don't like the salt water. On your right, that's a young blue heron. Grappige jacht. Ja, zie je denk ik niet op die GoPro. Zie je gelijk hoe groot die is. Gechased. Zo, we zijn bovenop de uitkijktoren. Uiteraard zijn wij gewoon met de lift gekomen. En hier weer keken. En daar zijn wij op dat bootje gestapt. We zijn deze kant. Op dat meer hebben we net een rondje gevaren. Horizon, dat is eigenlijk waar het groen eindigt. Daar is ons verblijf. Ik hoop dat dit er een beetje uitziet. Ik zit onwijs tegen het licht in te filmen.
Al die hoge gebouwen in de horizon, die staan langs het strand. En dat is dat strand waar wij gisteren bijna verzopen zijn. Ja. Overdrijven.